Apollo met Run hier bij Walt FM, met Walt Veet op de woensdagavond. Leuk dat je weer luistert en wij hebben er weer heel veel zin in vanavond. Dit zou bijna een mooie inleiding ook zijn natuurlijk, zonder dat ik het bewust heb gedaan op het onderwerp op vanavond. Want dat is eigenlijk ook best wel een bijzonder continent waar veel in geswinkt wordt. Maar daar is over meer over, want dat kan natuurlijk elk continent zijn, inclusief ons eigen mooie Europa. En natuurlijk vanavond zit ik met niemand wat minder weer aan mijn linkerhand, gezellige Marijke. Leuk dat je er bent. Dank je, gezellig. Ja, het is, je ziet het hè, ik doe het alweer goed vanavond. Ja, het is ongelooflijk Joost. Maar het gaat een keer gebeuren, Marijke. Ja, de vorige keer echt gewoon geen enkele keer. Je hebt je gewoon geen enkele keer versproken de vorige keer. Nee. Ja, ik heb me er wel psychisch voor moeten op voorbereiden op de uitzendingen. Als ik dan denk ik, oh ja, Marijke. Ik kom terug in je dromen. Ja. Ik word er niet gillend wakker van hoor. Nee, helemaal niet. Nee. Ja, maar ik vind het weer leuk samen met je een uitzending te mogen doen. Zeker. Ja, Marije die heeft eventjes niet time off. Maar die zei van joh, ik vind het heerlijk om even een moment ruimte te hebben in mijn agenda. En niet die woensdagavond altijd vol te hebben met Wild Fate. Kan je iemand nieuw erbij vinden om ons team te versterken? Ja, mijn agenda of mijn telefoon staat vol met mensen die misschien wel leuk vinden om natuurlijk ook op een zender als Walt FM een radioprogramma te maken. En Marijke was de eerste die zei ja. Want het was namelijk ook de eerste die ik belde. Dus wat wil ik nou nog meer? Ja, toch? Dat is alleen maar leuk. Ik vond het nog steeds vereerd, Joost. Ja, leuk dat je er weer bent. En ik ben heel benieuwd wat deze avond vanavond ons ook weer gaat brengen. Want we hebben vanavond weer natuurlijk een toffe gast kunnen uitnodigen. Die vanavond weer met ons meepraat tussen de fantastische gospel dance door. En deze vrouw die heeft echt zo'n hart voor mensen. En in het bijzonder niet hier in Nederland, maar verder buiten. Namelijk in Burkina Faso. Dat is namelijk een Afrikaans land, waar we vanavond veel meer over gaan horen. Ja, en zij doet dat met zoveel passie en zoveel inspiratie, dat zij natuurlijk daar hoopt om vanavond aanstekelijk te zijn. Dat je misschien ook wel na gaat denken, niet zozeer om haar te ondersteunen, maar er is om te zien naar iemand anders. En misschien wel in een ander land of in een ander continent. We hebben vanavond, ik zou zeggen, niemand minder. Ik moet eigenlijk zeggen, bonsoir, want het is namelijk een echt Frans land, Burkina Faso. Alice de Ruiter, leuk dat je er bent vanavond. Ja, dat vind ik ook. Ja, welkom. Ja, dankjewel. Uit het mooie Kampen kom je vandaan. En ik zou bijna zeggen, de Amsterdammer zou bijna moeten denken, oh jee. Want heb je, dat weet je vast, ben je een echte Kampenaar of niet? Nee, eigenlijk niet. Ik heb wel eens begrepen dat ooit er sprake van was dat Kampen de hoofdstad van Nederland zou worden. Oh, meen je? Ja, dat staat ergens volgens mij. Of in ieder geval dat het een hele belangrijke positie in de Nederlandse geschiedenis in zou nemen, maar dat dat niet gebeurd is. Oh, nou, ik weet ik niks van. Maar... Nee. Ik moet, zou het interessant verhaal. Ja, Joost. Ja. Ik heb er wel eens een... Het is een Hanzestad, toch? Of niet? Ja, klopt. Nou ja, kijk, en ik ben heel benieuwd. Het is niet wel echt een mooie stad. Het is een hele mooie stad. Ja. Ik kom er niet weken. Of zo, maar je zou er maar in wonen in zo'n mooie stad, toch? Ja, dat kan er niet anders. Iedereen zal zeggen, ja, Amsterdam is de mooiste stad. Nou, we zijn heel benieuwd wat je vanavond ons gaat brengen. En met welke verhalen je ons gaat inspireren. Want ik ben ook wel benieuwd. Want jij deelde al eventjes iets net voor de uitzending van wat je toch afgelopen december weer zomaar meemaakt in dat land. En ook wel, wij zijn natuurlijk niet voor niets Wild Fate. Hoe ogenlijk God ook daarin voorzien heeft. En hoe hij misschien nog wel in veel meer voorzien heeft. En we zijn benieuwd naar je verhalen vanavond, maar... Wild Fate geluksmoment. Met een geluksmomentje. Ja. Dat is er altijd. En misschien denk je wel eens, ja, geluk. Komt dat geluk weer? Wij hopen eigenlijk je een beetje mee te nemen in dit soort momentjes. Dat je zelf denkt, ah, maar zo slecht heb ik het nog niet in Nederland. Of zulke dingen maak ik eigenlijk ook niet altijd mee, maar daar word ik blij van. Marijke, waar ben jij blij van geworden? Ik word heel erg blij als mijn kinderen blij zijn. Dat klinkt altijd zo cliché. Maar dat is gewoon wel zo. Als ik mijn kinderen zie genieten, dan word ik gewoon echt heel blij. En ik moest vanochtend terugdenken aan... Het is natuurlijk een even geleden, hè, de kerstvakantie. Maar toen zijn we met mijn kinderen naar Freek Vonk geweest. Kijk, dat is de bekende... Is dat niet de bioloog tsunami, zou ik maar zeggen? Zeker, ja. En die weet natuurlijk ontzettend veel van dieren. En mijn zoon is echt ongelooflijk fan van Freek Vonk. Die wil zelf Freek Vonk worden.
Nou, je snapt, het zit ook bij de scouting en dat soort dingen. Dus het was een hele belevenis dat, dat we daarheen gingen. En nou ja, Freek Vonk is natuurlijk een zeer energiek persoon. Dat zeg je, omschrijf je heel netjes. En op televisie, in zo'n programma van 15 minuten of zo, dan denk je daarna denk je echt van, even rust. Als ouder dan zijnde. Dus ik was een beetje benieuwd hoe dat zo ging in zo'n hele show. Maar dat was, het was echt, ik vond het zelf ook echt heel erg leuk. En mijn kinderen hebben gewoon ontzettend genoten. Dus ik, de helft van de tijd heb ik naast mij zitten kijken. En gezien hoe zij ontzettend aan het genieten waren. En ik, nou, daar moest ik even aan terugdenken. Ik dacht, ach, dat vind ik nou echt heel erg leuk. Kijk. Daar geniet ik van. Mijn geluksmoment. En voor jou, Alice, heb jij een geluksmoment? Ja, die heb ik zeker. Nou, dat was eigenlijk gisteravond. Mijn man houdt van Netflixen, wanneer hij niet aan het werk is. En gisteravond keken we ook een film op Netflix. En normaal gesproken val ik altijd in slaap voordat de film afgelopen is. Want ik vind het niet zo boeiend. En gisteren keken we een waar gebeurd verhaal. Nou, dat trekt mijn aandacht wel. En het ging over een vliegtuigcrash. En er waren een paar overlevenden. En die werden niet gevonden naar een zoektocht. En die film ging eigenlijk over hoe die overlevenden, ja, eigenlijk moesten overleven, zeg maar. Ja. Zichzelf een leven moesten houden. En op een gegeven moment is er één jonge man van 25 die overlijdt in de nacht. En de volgende morgen zien zijn vrienden dat hij niet meer leeft. En dan heeft hij een papiertje in zijn hand en een van hen haalt het papiertje eruit. En dan staat er op dat papiertje waar hij dus op heeft geschreven, er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. En ja, mijn leven staat ook wel een beetje in het teken om wat te doen voor een ander. Ja. En ja, voor mij is daar gewoon niks moois wat daar, ja. Het is gewoon mijn gelukmomentje dat ik elke morgen weer op mag staan en gezondheid mijn plek in mag nemen in de maatschappij, voor mijn gezin, voor mijn man, maar ook voor de mensen die op mijn pad zijn gebracht. Zo. Nou, ik ben heel benieuwd wat voor mensen dat allemaal zijn, Alice, vanavond. Ja, voor mij, het was een avondje en het was alweer gisteravond. Het is alweer bijna 24 uur geleden. Maar ik spreek altijd met een vriend af bijna altijd half jaar van tevoren om eens af en toe wat te gaan drinken. En dat was gisteravond, maar ik was het een beetje vergeten. Totdat hij 's middags appt van, hé, waar spreken we af vanavond? Toen dacht ik, oh ja, leuk, daar heb ik zoveel zin in. Nou ja, we hebben weer even lekker kunnen bomen. Hij is net zoals ik, echt zo'n radio- en audio-fan en freak. Dus ja, we hebben weer helemaal kunnen dromen en kunnen vertellen wat we allemaal aan het doen zijn en waar we mee bezig zijn. Kortom, het was weer echt weer een gezellig avondje uit. En dat komt dan gewoon zo weer even op je pad. Ja, dat is natuurlijk ook wel heel bijzonder. En dan vind ik het leuk als Alice eigenlijk ook weer zegt van ja, als je zoiets doet om te overleven, geven voor een ander, je leven geven voor een ander, maar ook als vrienden. Ja, dan denk ik bij mezelf van goede vrienden waar je gewoon ook tegen aan kan praten, waar je ook wat tegen kan zeggen, die een tegen een stootje kunnen, die zijn zo van belang voor je eigen leven. En wie weet heb jij ook gewoon goede vrienden waarvan je geniet. Stuur ze gewoon nu lekker eens een WhatsAppje naar ze toe als je nu zit te luisteren. Van joh, hey, ik ben blij met je en wanneer gaan we ook weer eens een keer wat gezelligs doen? Want dan moet je vooral erin houden, want anders ga je dat zo uit het oog verliezen, hè Marijke? Juist, zeker. Nou, wij gaan in ieder geval een heerlijk lekker gospel dance draaien hier op Wild FM. En ik ga eventjes een telefoontje plegen om te kijken of dat ik iemand van de Marriage Week aan de lijn kan krijgen. Dus we zijn zo weer terug. Een hele leuke gast hebben uitgenodigd. Alice de Ruiter, die straks meer zal gaan vertellen over haar passie voor een ander. En in het bijzonder voor het land waar ze zo warm voor loopt. Maar wij hebben ook altijd, als het mogelijk is, altijd eventjes iemand om in te bellen. Dat is altijd namelijk even leuk. We zeggen al bijna de vriend van de show. Maar we hebben een tijd geleden Nicole Bolweg gesproken hier van de Christelijke Zorgverzekeraar. Het ging niet zozeer over haar werk, maar wel eigenlijk over haar leven en waarin ze ook best wel wat deelde, ook uit een uiteindelijk uit een gescheiden relatie gekomen is en dat eigenlijk ze nu zo strijdt voor het huwelijk, voor een huwelijksleven, een goed en gezond huwelijksleven. We zitten 14 dagen voor 14 februari. Nou, dat is voor mij altijd een hele mooie, bijzondere dag en de mooiste dag van het jaar zou ik bijna willen zeggen, want dan is mijn geliefde partner jarig. Dus wat wil ik nou nog meer? Dat is gewoon twee vliegen in één klap op die
14 februari. Maar ja, dat is natuurlijk een beetje de nationale, internationale dag van de liefde is uitgeroepen. Ja, en als je die liefde bezegelt met een huwelijk, ja, dan stap je iets in wat je samen gaat doen. Maar dat is ook samen werken aan iets. Nou, en daar is al een organisatie onder andere ook voor in het leven geroepen om juist de mensen ook te kunnen ondersteunen en te kunnen helpen, maar ook gewoon te kunnen stimuleren om een gezond en gezellig en een leuk en een prettig huwelijk samen met elkaar aan te gaan. Want ja, het liefst heb je dat natuurlijk, dat je dat decennia lang samen volhoudt met elkaar. Nou, dat is tegenwoordig bijna al na een jaar een wonder, maar gelukkig ben ik al bijna 25 jaar samen met de liefde van mijn leven, die op 14 februari jarig is. En wij hebben vanavond Tineke Baas in gebeld van Marriage Week. Leuk dat je er bent, Tineke. Ja, goedenavond. Leuk dat ik hier kan zijn. Ja, leuk dat je hier eventjes wilde een tijd had om eventjes in te bellen. We zitten gelukkig nog een paar weken voor jullie grote event. Want de Marriage Week internationaal. Deze week bestaat al 30 jaar, begrijp ik. Ja, bijna 30 jaar bestaat het al. Het is in 1996 begonnen door een echtpaar uit Engeland, Richard en Maria Kay. En zij stonden in de bouwmarkt en zij stonden zich te verbazen aan wat jonge stellen, nou toen was ik zelf ook nog een stukje jonger, maar jonge stellen uitgaven aan spullen om hun huis te fixen en mooi te maken. En dachten, vroegen zich af, doen stellen dit ook voor zichzelf, voor hun eigen relatie? Want dat is tenslotte de reden dat je je huis mooi maakt, dat je er samen lang en gelukkig in kunt wonen. En toen zijn ze de Marriage Week gestart. Nou, wat er wel niet kan gebeuren in een bouwmarkt, zou ik bijna zeggen. Tineke. Ja. Ja. En dat is dus een internationale organisatie die in hoeveel landen actief is? Ja. Ik denk dat we op dit moment in meer dan 30 landen de Marriage Week vieren. En het is een organisatie die vooral mensen inspireert om de week voor Valentijn iets te doen aan sterke relaties bouwen, aan je huwelijk bouwen. Mensen inspireert om tijd te investeren in hun relatie, maar ook organisaties inspireert om in die week wat aan te bieden, workshops te doen, zodat mensen daaraan mee kunnen doen. Oké, waarom wordt het dan georganiseerd? Je zegt ja, om het huwelijk aantrekkelijk te maken, maar is dat dan zo nodig? Nou, ik denk dat iedereen die begint aan een huwelijk eigenlijk begint met, hè, dit is voor ons leven, dat gaan we samen doen. Daar heb je mooie dromen bij, dat wist ik wel. Ik ben ook bijna 25 jaar getrouwd. Je begint met een heel mooi plaatje in je hoofd en dan neemt het leven over. Dan gebeurt er van alles, dan ben je druk, dan komt het werk, dan krijg je de kinderen bij. Dus, en dan is het tijd maken voor elkaar en de ruimte maken voor elkaar niet zo heel vanzelfsprekend meer vaak. Dus dit is eigenlijk een beetje de aanmoediging om te zeggen, hey guys, let op. Zorg dat je ook elkaar blijft zien, dat je tijd blijft nemen voor elkaar, dat je ook echt je relatie op nummer 1 zet. En als je dan kijkt naar de echtscheidingscijfers, wat je net zelf al zei, het is niet zo heel vanzelfsprekend meer dat het lang en gelukkig is. Dan is het wel de moeite om daarin te investeren. Vind je dat zelf ook zo belangrijk? Dan heb je daar ook die klik mee om dat ook juist dan te organiseren? Ja, absoluut. Ja, ik heb de afgelopen 15 jaar huwelijksworkshops gegeven. Samen met mijn man. En dat hebben we in Zuid-Afrika gedaan. We werkten voor jeugd met een opdracht daar. En dat doen we nu weer in Nederland. En wij zeggen wel eens gekscherend, dat heeft ons bij elkaar gehouden. Het feit dat we die workshops konden geven en dat we elke keer weer zelf ook in de stof moesten duiken. Want wij zijn twee compleet verschillende mensen. Dus het was veel logischer geweest als we halverwege hadden gezegd, joh, dit werkt gewoon niet, het kan niet. Het houdt je bij elkaar en het zorgt ervoor dat je scherp blijft ook naar elkaar. En dat je gewoon echt die liefde behoudt. Dus ja, daar heb ik absoluut een passie voor om dat stellen te laten zien van het kan. Zelfs als je heel verschillend bent, als je heel druk bent, er zijn altijd mogelijkheden om het verder uit te werken. Ja, en wat doe je dan? Kijk, je zegt net zelf al van bij ons had het bijna de kop gekost als huwelijk, maar we hebben die workshop samen. Maar ik neem aan dat je ook misschien wat anders doet dan alleen maar werken. Want wat doe jij zelf dan onder andere om je relatie nog verder goed te houden? Nou, een van de dingen die Chris en ik in het leven hebben geroepen zijn heidagen. Dus één keer in de maand plannen we een dag uit samen en dan gaan we samen de hei op. Dus dat betekent gewoon een eind wandelen en gewoon eens even die dingen bespreken waar je niet aan toe komt normaal. En dat vind ik echt wel een hele toffe manier om gewoon bij elkaar gewoon te horen van, hey, hoe sta je erin? Wat houdt jou bezig? Nog van elkaar te horen. Want wij hebben een gezin met allemaal tieners en dat is altijd de dolle boel hier. Dus een rustig gesprek is best wel een uitdaging.
En dit was voor ons een manier om te zeggen, joh, laten we gewoon even erop uitgaan. Het kost helemaal niks. Je gaat gewoon samen wandelen. Maar je neemt even de tijd voor. Dus je maakt het met elkaar ook prioriteit. Ja, is dat ook zo dat je denkt, ik wou bijna zeggen, is het wetenschappelijk bewezen? Maar ik denk ook wel dat dat toch wel een sleutel is, hè, om juist die tijd voor elkaar te maken. Omdat je elkaar anders uit het oog verliest. Ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Dat je die tijd, dat je wel dat ook voor elkaar blijft houden. Ik weet vanuit de Marriage Week, doet echt de Kluwer, heeft veel onderzoeken gedaan over relaties, of een goede relatie nodig heeft. Dus daar wordt van alles over onderzocht. Maar uiteindelijk is het een stukje tijd en het ruimte hebben voor elkaar wel heel belangrijk. Ja, want voor wie eigenlijk wordt dit georganiseerd? Is dat alleen voor christenen? Omdat wij zijn Wild Fate, dan denken mensen, nou, dat is niet voor mij. Of is dat, iedereen kan daar aan die Marriage Week meedoen? Iedereen kan eraan meedoen, ja. Want ik denk dat iedereen het net zo hard nodig heeft. En dat iedereen in een relatie stapt met het idee van, dit gaan we heel lang volhouden samen. En ons hart is echt om dat voor elkaar, of dat mensen daarin te inspireren om dat ook te kunnen gaan doen. Ja, en als mensen nou meer informatie willen, waar kunnen ze dan naartoe? Op onze website, loveup.nl, daar kun je straks je aanmelden. Of daar kun je nu al heen gaan om je aan te melden. En wat we gaan doen in de week zelf, is we hebben samen met de christelijke zorgverzekeraar en met Nicole dan, dus die je in het begin noemde, hebben we een serie van mails gemaakt. En daar komt Petra van Bodegraven als relatietherapeut, heeft daar filmpjes voor gemaakt. Hele leuke filmpjes. Het thema dit jaar is, staat jouw relatie zo sterk als een huis? En daarin willen we gewoon mensen wat tips geven, maar ook gewoon eens hoe denk ik na over je relatie? Hoe is het fundament van je relatie? Hoe zijn je muren? Hoe zit het dak erop? Dus als je naar die website gaat, dan kun je je daarvoor aanmelden en dan krijg je in de Marriage Week daar die hele serie filmpjes van. Nou, ik vind het een mooie afsluiter van even van ons korte gesprekje met de start waarin je zei van hoe ooit de oprichters in een bouwmarkt dachten van hoe kunnen mensen nou bouwen ook aan hun eigen relatie in plaats van hele dure spullen te kopen, maar ook juist aan die eigen relatie. En dat dan dit thema van deze maand of van dit jaar ook in het teken staat van huis bouwen om een sterke relatie, een sterk huwelijk te bouwen of een sterke relatie. En ik vind het heel leuk dat jullie dat initiatief doen. Dat jullie daarbij betrokken bent. En nogmaals, loveup.nl. Daar kun je alle informatie vinden. Heb je nog een laatste uitsmijter, Tineke? Om mensen echt eventjes te zeggen, ga ervoor. Of ga er tijd voor maken om daar die week te investeren. Ja, dat is een hele goeie. Ik zou willen zeggen, ga vanavond eens even tegen over je partner aan tafel zitten. En kijk elkaar eens even een poesje in de ogen. En realiseer dan, we hebben elkaar lief en het is tijd om te investeren in onze relatie en dat prioriteit te maken. En doe dan gewoon gezellig mee straks in die week van 7 tot 14 februari. Nou, een fantastische elevator pitch. Dankjewel Tineke en tot de volgende keer. Yes, dankjewel. Doei. Fresh Wind van de Retain hier bij Walt FM. Leuk dat je luistert. En het was een leuk gesprekje met Tineke Baas zojuist van de Marriage Week. En loveup.nl, daar kun je meer over vinden. Over een week gaat dat al namelijk in werking. Dat je een week voor Valentijnsdag leuke filmpjes kan kijken. Met je partner eens eventjes praten over de staat van je relatie waar je in bent. Een APK-keuring zou ik bijna willen zeggen. Maar maak er gebruik van dat soort mogelijkheden. Want die zijn niet vanzelfsprekend. Ik vond het wel echt een leuke suggestie van haar. Zo'n heidag had ze het over, toch? Ja, een heidag. Eén dag in de maand. Gewoon even met z'n tweeën. Ja. Echt er even, Je kent uit. Het, ik ken het term alleen van organisatie, zeg maar. Maar van niet van je huwelijk. Nou, nee, maar dat tip. Is gewoon dat je wat meer praat dan alleen maar over de praktische zaken vaak van het leven. Want ja, dat is in een jong gezin of in een gezin met tieners. Is dat vaak wel wat je ziet. En dat je alleen maar bezig bent met praktische zaken. En niet meer van, hoe gaat het eigenlijk met je? En dus dat is alleen maar goed. Maar we hebben vanavond niemand minder dan Alice de Ruiter hier in ons midden. Met onder andere de founder en degene die de hart voor Bukino.nl ooit heeft opgestart en opgericht. Daar gaan we straks echt geheid veel meer over te horen krijgen. En dat willen we ook graag, want het is namelijk heel belangrijk dat we ook gewoon zien wat er gebeurt in de wereld. En wij vinden als TWR, waar wij dit programma namens maken, ook bij Walt FM, ook heel belangrijk natuurlijk dat er van alles verteld wordt over wat er gebeurt in de wereld. Maar we hebben hier Alice aan tafel zitten.
En kijk, en ik zeg altijd eventjes, mensen kennen ondertussen mij wel een beetje. En Marijke ondertussen ook wel hier aan tafel bij Wild FM. Maar het is altijd leuk om een beetje van onze gast wat meer te weten te komen. Los van, ik ben getrouwd en ik heb kinderen en ik woon in Kampen. Maar eigenlijk een beetje van, joh, we gaan werken naar hoe je ooit hier bent gekomen om dit te gaan doen en waar je passie vandaan komt. Nou, dan denk ik bij mezelf wel van, hoe is je jeugd vroeger geweest? Ben je altijd al opgevoed of zelf bezig geweest met het helpen en het omzien naar andere mensen? Nee, helemaal niet. Nee. Had je wel een passie voor Afrika? Nee, ook helemaal ook niet. Nee, dat is eigenlijk sinds 2013... dat ik een van onze sponsorkinderen in Burkina Faso heb bezocht. En toen is het eigenlijk gaan leven. Dat was ook de eerste keer dat ik naar Afrika ben gegaan. Ja, maar eventjes nog daarvoor. Je was in 2013, dat is dan pas 11 jaar geleden. Dus dat is nog niet heel zo lang geleden. Mm-hmm. Maar daarvoor was je nooit met Afrika bezig? Nee. Nee, ja, helemaal niet. En je was ook niet bezig met, noem het maar even, wij noemen dat altijd in het christelijke jargon, noemen ze dat zendingswerk. Hè? Dus eigenlijk van, hoe kan ik zorgen voor, om te zien naar andere mensen. Je kan zeggen, dat kan je ook in Nederland doen door met de voedselbank of met de kledingbank of wat van dan ook te helpen met schulphultmaatje. Maar in Afrika of naar Afrika gaan en dan zending is eigenlijk gewoon zorgen dat je het goede nieuws van God en van Jezus vertelt in Afrika of in Azië of in Europa. Maar daar was je ook nooit mee bezig geweest. Nee, ik ben wel opgegroeid in een christelijk gezin. Ik ging ook gewoon elke zondag naar de kerk en ik hoorde de verhalen wel van, ja, ook over het zendingswerk. Maar ja, ik moet zeggen dat ik eigenlijk in 2013 eigenlijk een beetje tot de ontdekking kwam dat ik eigenlijk altijd een beetje voor mezelf leefde. En dan als ik dan eventjes naar toen kwam je tot ontdekking, maar dan even nog een stapje daarvoor. Van namelijk, je leefde voor jezelf en toen kwam opeens iets langs. Of toen gebeurde er iets waarvoor je dan dacht van, wauw, dit is mindblowing, zou ik maar zeggen. Van wat gebeurt er nu? Ja, toen zag ik gewoon het grote verschil in de wereld. De ongerechtigheid. En ja, dat heeft me gewoon ertoe gezet om mij in te zetten voor een ander. Maar daarvoor was ik daar absoluut niet mee bezig. Ik was... ja, eigenlijk wel jong getrouwd. 18 jaar was ik. Oh, dat is inderdaad de tijd was je erbij. Ja. Ik was in verwachting. Dus, en onze oudste zoon die was ook nog aardig te vroeg gekomen. Dus ja, dan ben je 18 en mijn man was 19. En dan zit je daar. En wij wonen toen in een aanleunwoning van een bejaardentehuis. Nou, je zit daar met een baby en iedereen van je leeftijd die gaat gewoon nog uit. En die kan doen wat ze zelf willen. En dat was eigenlijk wel een moeilijke tijd. En want eigenlijk kreeg ik cent te makken. En dat was een beetje overleven. En binnen zes jaar hadden we eigenlijk 3 zonen. En ik ben altijd fulltime moeder geweest. En mijn man die zette een bedrijfje op. En omdat ik thuis was, had hij die mogelijkheid om gewoon eigenlijk overdag en 's avonds te werken. En op een gegeven moment ben ik ook wel de boekhouding voor hem gaan doen. Maar voor mij was dat meer een soort verplichting. Het hoorde erbij. Ja. En ik weet dat ik heel vaak voor het keukenraam heb gestaan en heb gezegd van, God, geeft u me iets op uw tijd waarvoor ik mij in mag zetten, wat bij me past. Ja, en dat is pas later, toen de kinderen groot waren, op mijn pad gekomen. Daarvoor keek ik eigenlijk niet echt naar een ander om. Nee, ik wou zeggen, ik vind het wel heel bijzonder dat je dan wel voor dat keukenraam staat en dan wel een soort van godsvertrouwen hebt van en die relatie al hebt met God. Dat je eigenlijk zegt van, ja, God, als u iets voor mij heeft, wat voor mij is en op mijn pad komt, dan zie ik dat wel verschijnen. Dus dan heb je ook heel veel geduld. Ja. Dat zie je zelf niet zo misschien. Nee, op dat moment niet. Nee. 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 Maar je bent al jong moeder, dus je hebt gezorgd voor de kinderen, 3 zonen. Je man die ging een eigen bedrijf starten. Jij hebt in die tussentijd niet gestudeerd. Nee, helemaal niet. Nee. Bent thuisgebleven. Ja. Wel de boekhouding gaan doen. En, maar je bent dus wel gelovig. Mm-hmm, ja. Je bent christen, zeg maar. Ja, en hoe was dat voor jou? Hoe uitte zich dat? Wat deed jij daaraan, zeg maar?
aan het geloof? Als ik nu terugkijk, dan leefde het geloof niet echt voor mij. Je ging op zondag naar de kerk en ja, we kwamen eigenlijk niet opgebouwd terug. Ik kwam de kerk uit en ik dacht, ja, waar ging het eigenlijk over? En dan leef je door de week wel eens de Bijbel, maar dat was het eigenlijk. En toen werden de kinderen groter en ja, het was heel lastig om ze op zondagmorgen naar bed te krijgen. Normaal door de week waren ze altijd vroeg wakker, maar op zondagmorgen niet. Zul je net zien, hè? Ja. En toen werd mijn man een keer meegenomen door een klant. En die zei, ga even een keer mee naar de kerk in Zwolle. En ja, dat geloof was wat levendiger. Dat sprak gewoon meer. En mijn man nam eens een keer een van onze zonen mee. En de tweede ging eens een keer mee. En elke zondag zaten we in de auto, zondagmorgen, voor de stoplichten. En dan zei het van, mam, gaan we naar Zwolle? En toen zei ik, nee, gaan we niet doen. We blijven gewoon bij ons eigen vertrouwde kerkje. Op een gegeven moment dacht ik van, maar ik zeg maar gewoon dat we hier gaan. Dan zijn we daar ook af. En dan gaan we gewoon daarna weer altijd gewoon op zondag naar onze eigen dienst. Maar we zijn eigenlijk daar blijven plakken. En ja, we hebben gewoon een levendiger geloof gekregen. Het spreekt ons meer aan. Ja, ja. Wat houdt dat? Ja, hoe leg je dat uit? Een levend geloof? Kan je daar iets meer over zeggen? Wat dat voor jou is? Jawel. Oh, een lastige vraag. Nou, hè? Ja. Ik wist wel dat God er was. Ja, want je vertelde net ook van dat je bij het keukenraam stond en dat je het wel vroeg. Ja. En je weet ook wel dat hij je ziet. Maar dat was eigenlijk meer gewoon het weten. En ik ervaarde dat nooit. In je hart, zeg maar. Je voelde er niet zoveel bij. Nee. Ja. Maar op een gegeven moment, ja, als je wat meer stof krijgt dat op nadenken, tenminste dat kregen wij bij die andere gemeente wel. Nou, dan ga je er gewoon, ja, dat, hoe moet ik dat zeggen? Het spreekt meer tot je en je gaat meer zoeken in de Bijbel en je ziet gewoon dingen die je normaal als vanzelfsprekend vond misschien. Je denkt van, ja, maar dit is eigenlijk geleid. United Hillsongs van Oceans, dat is eigenlijk een remix van hun eigen nummer, wat echt wereldberoemd is. En, ik vind het echt een prachtig nummer. Ja, daar hebben ze zoveel verschillende edities van gemaakt. En ja, nogmaals, dat hoor je hier alleen maar op Wild FM op die woensdagavond met die allerbeste gospel dance hier op deze zender. We zijn vanavond met Alistair Ruiter in gesprek. En we gaan ons richting haar passie en haar organisatie toewerken natuurlijk vanavond. Maar ik had eventjes, we hadden het net over het levend geloof van Marijke. Ja, ik kaas er nog even. Nee, wat is voor jou eigenlijk levend geloven? Ja, goede vraag wel. Ik herkende wel veel in het verhaal van Alice. Ik ben ook zelf opgegroeid in een christelijk gezin. Dus ik wist eigenlijk van jongs af aan, hebben mijn ouders mij verteld dat er een God is, dat God bestaat. En gingen we naar de kerk. We gingen twee keer per zondag naar de kerk. En daar hoorde ik het. Het was ook kinderclub en jeugdclub. Dus ik heb het ook altijd aangenomen. Het was voor mij altijd gewoon een feit. God bestaat. Punt. En eerlijk gezegd heb ik daar nooit aan getwijfeld. Misschien ergens in mijn tienerjaren. Dat je daar een beetje over gaat nadenken. Dat soort dingen. Maar wat Alice zei op een gegeven moment. Van het is het is iets wat je weet. Iets wat je eigenlijk met je meedraagt. Altijd wel. Maar wat ik niet echt per se voelde. En dat is bij mij in de loop van de jaren wel veranderd. Naar meer het voelen. En dat voelen is inderdaad voor mij het levende geloof. Dus dat je bij mij houdt dat bijvoorbeeld heel praktisch in. Is dat ik geloof in God. En ik geloof dat hij echt bij mij is. En dat dat ik gewoon echt een relatie met hem kan hebben. Dus dat ik met hem kan praten. Dus bidden, zoals je dat ook wel noemt. Dat ik hem betrek bij de keuzes die ik maak. Dat ik inderdaad vraag, hè, toen jij met de vraag kwam van wil jij misschien mee presenteren bij Wild Faith? Mijn eerste reactie, ja, wil ik. Maar tegelijkertijd denk ik wil het ook nog even aan God voorleggen. Is dit de keuze die ik moet maken? Moet ik dit doen?
En dat is voor mij het levende geloof iets. Een levende relatie. Een relatie hebben die... Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap het. Ik snap wat je bedoelt. Ja, gewoon, je denkt gewoon... Je hebt het gevoel van... Je zit met iemand naast iemand op de bank. Je partner misschien wel. Of de relatie waar we net natuurlijk even aan het begin van deze uitzending over hadden. Ja. En eigenlijk is dat ook met God ook zo. Hè? God wordt ook wel eens gezegd... God de Vader, hè, dat je dat ziet. Of dat ook zegt, wordt gezegd dat Jezus je allerbeste vriend wil zijn. En zal zijn als je hem natuurlijk ook uitnodigt als allerbeste vriend. En dan denk je bij jezelf van ja, maar met je vriend ga je ook eventjes gezellig op pad of ga je ook een filmpje kijken waar ze spreken. En dan moet je eigenlijk denken, Jezus is daar ook bij. Ja. Hè? En waar zou ik hem wel bij betrekken? Maar datzelfde geldt natuurlijk voor wat je zelf wil verbergen, zou ik maar zeggen. Dat laat je je vrienden ook niet zien. Nou, dat denk je, dat laat ik Jezus eigenlijk ook niet zien. Alleen die is er wel altijd. Dus die ziet dat ook wel. En die denkt van ja, maar weet je, dit hoort er niet bij je leven. Dit lijkt me niet zo verstandig. Ja, wil je daar gewoon berouw voor tonen? Hè? Wil je daar berouw op hebben op wat je doet of niet? Hè? Want ik zeg niet dat iedereen per definitie slecht is of slechte dingen doet. Alleen ja, dat zijn natuurlijk wel van die dingen dat ik denk bij mezelf van een levende geloof. En ik vind het wel mooi zoals jij dat zegt en ook hoe Alice dat zegt. Eigenlijk heb dat bidden, is dat gewoon met praten met God. En dan kan je zo makkelijk, dat is namelijk nooit moeilijk. Nee, dat kan jij nu doen als je thuis bent of als je in de auto zit. Ja, of als je morgen de podcast terugluistert. Terwijl ik wel van vroeger zeg maar wel herinneren, zeg maar. Ik moest daar moest ik echt aan wennen dat het simpel is. Vroeger waren dat, als ik in de kerk zat bijvoorbeeld, best wel hele ingewikkelde gebeden die er soms werd gezegd. Die kon ik niet onthouden. Of de woorden vond ik heel moeilijk. Voor een kind is dat best wel afstandelijk. Ik weet niet, Alice, of jij dat herkent. Ja. Maar bidden is, het is gewoon praten. Maar dat is grappige. Dat heb ik dus echt moeten leren. Ja. Nou, zo zie je dat. En dat heeft ook jaren nodig, denk ik. Ja. Maar dat is wel de ervaring die wij weten. Die wij jou thuis misschien wel kunnen helpen. Door te denken. En misschien ben je juist niet christelijk opgevoed. En denk je van, nee, ik wil het een keer proberen. Nou ja. Dat kan. Grijp je kans, zou ik zeggen. Ja, hè? Ja. Ja. En dat vind ik ook weer mooi. Als dan ook Alice ook vertelt. Over van, ik keek ook naar buiten. En ik wees gewoon, God spreekt. En God zal daar ook zijn tijd geven wanneer ik het nodig heb. Heb je ook wel meer ervaren, Alice, dat God bij je was? Of dat God er ook was of is altijd, vandaag nog? Nou, de laatste jaren heel sterk. Vooral in het werk wat ik mag doen dan. Ja, het is... Het zijn vaak ook de kleine momenten, hè, waar je het in moet vinden. En ja, soms ook gewoon een bemoedigend woord van iemand uit je omgeving. Waar je gewoon, ja, waar je op zit te wachten eigenlijk, waar je behoefte aan hebt. Ik ben heel eerlijk, ik was best wel een beetje zenuwachtig gisteren om hierheen te gaan. En ik had iets gedeeld met onze kringleden van de kerk. En vanmorgen kreeg ik ook een mooi bemoedigend woord van iemand van God gaat met je mee. Je hoeft het niet alleen te doen. En ik was zelf allemaal dingen aan het bedenken van een geluksmomentje. En ik dacht, nee, God gaat het doen. En gewoon door een opmerking van iemand dat hij zich laat zien eventjes, dat hij bij je is. Dat is weet, voor jou heel waardevol. Ja. Ja. Wat is dat eigenlijk, wat je zegt, kringleden? Kringleden, ja. We begon één keer in de twee weken met een aantal mensen van de kerk. Komen gewoon bij elkaar, roleren van huisadres. En dan hebben we gewoon gezellig samen zijn. Maar ook, ja, we praten over de dingen die ons in het dagelijks leven bezighouden, maar ook in het geloofsleven. Oh, bijzonder. En dat één keer in twee weken, zei je? Ja. En dan hebben jullie gewoon over het leven, dus... Ja, ook heel vaak. Ja, wat ons bezighoudt, gezinnen, kinderen. Ja. Oh, mooi. En is dat doe je al lang? Ja, dat doen wij een aantal jaar. Zo, dus je kent elkaar ook gewoon wel heel erg goed. Ja. Oh, bijzonder. Ja, en ik heb eigenlijk nog een andere vraag, even teruggrijpend, Alice, op wat je vertelde een beetje aan het begin. Van,
Je hebt ervoor gekozen, of eigenlijk is er voor gekozen om thuis te blijven, je kinderen op te voeden. Je ging later een beetje helpen bij je man in de administratie. Dat komt natuurlijk ook ergens van. Dus toen had je misschien zelf, omdat de kinderen ouder werden, had je ook toen het zelf van ik wil wat bijdragen of wat kan ik doen? Of werd de onderneming ook groter van je man? De onderneming van mijn man werd niet groter, nee. Ja, ik wilde bijdragen aan mijn man, want ik zag dat hij natuurlijk ontzettend druk was en het kantoorwerk was niet zijn ding. Dus daar wilde ik hem in ontlasten. Maar wat ik denk ik net ook al zei, het voelde voor mij wel als een verplichting, want het, ja, ik had er niet voor geleerd, maar het paste ook niet helemaal bij mij. Dat idee had ik. Het gaf je niet voldoening. Nee, helemaal niet. Nee. Okay. Maar je stapte toch uit in nieuwe dingen die uiteindelijk je nu vandaag de dag helpen om ook juist in dat hele onbekende werk wat je nu doet, of eigenlijk het is niet onbekend, maar wel in een onbekende land, een onbekende cultuur, uiteindelijk toch te gaan stappen. Dus dat zit eigenlijk ook in jou als persoon, om toch nieuwe dingen te ontdekken. Dat vind ik wel grappig dat je dat zegt. Ja, naar mijn idee ben ik helemaal geen avontuurlijk persoon. En ben ik redelijk altijd... Ik zeg altijd tegen mijn man, wij zijn altijd heel honkvast. Het bekende is goed en het onbekende, ja, daar zijn we altijd een beetje voorzichtig in. Maar soms komen gewoon dingen op je pad en vallen die puzzelstukjes in elkaar. En dan, ja, moet je gewoon, vind ik, uitstappen. Nou, dan ben ik heel benieuwd hoe jij bent uitgestapt. Want daar gaan we het volgende uur na de reclame en de plichtplegingen ook eventjes over doorpraten. Want dat is natuurlijk ook waar je uiteindelijk voor bent aangeschoven hier bij Wild Fate op Wild FM. Om zo te delen over jouw hart voor de mensen van Burkina Faso. En de passie die je hebt om je steentje bij te dragen in het hele praktische. Dus ik ben heel benieuwd wat voor verhalen jij daar mee gaat nemen. Maar we gaan er nog eerst even lekker uit voor een lekker gospelnummer van Jesus Loves Electro, Made to Be You Say van Lauren Daigle in een remix van John Love Remix. Welkom bij Wild FM hier op Wild Fate met Wild Fate. En vanavond zijn we hier om met jou een tof programma te hebben. En uiteindelijk hopen we je te inspireren en te laten zien van wat jij ook misschien wel als potentie in je leven hebt en wat er ook allemaal voor jou klaar ligt met of zonder God, dat maakt niet uit. Maar wij willen dat graag als een rode draad ook met God zien. Dus wij hopen dat je geïnspireerd bent en dat je misschien ook wel nadenkt over de dingen van het leven waarin misschien ook wel zei, waarin Marijke zei van wat is een levend geloof? Wat houdt het nou in een levend geloof? Maar daarin zei natuurlijk ook Alice, onze gast Alice de Ruiter, hoe zij eigenlijk gekozen heeft jong getrouwd te zijn, echt voor haar zoons thuis te blijven. Maar uiteindelijk in 2013 echt een hele ommekeer in haar leven gekomen is, waar we zo meteen ook lekker over door gaan praten. Want daar is ze zo gefascineerd en gepassioneerd over, dat kan ik beamen, want ik heb er een aantal keer op een beurs ben ik er tegengekomen met een klein standje als een kleine, dat noemen ze dan een Gideonsbende, hè, zo'n kleine club die dan gewoon tussen de grote jongens van organisatie staat en daar toch haar verhaal graag wil doen. Dus ik ben heel benieuwd wat ze zo meteen nog meer aan ons gaat vertellen. Maar wij beginnen altijd de tweede uur natuurlijk met de tijdmachine. Ladies and gentlemen, wij zijn er weer klaar om you ready. Ah, dat is het Oude Testament. Dat is echt een tijd geleden. En misschien ken je wel David en Goliath. Ik ben heel benieuwd waar jij wat mee gaat doen. Oké. Okay. Nou, we vallen in het verhaal op een moment dat de Filistijnen een oorlog voorbereiden tegen Israëlieten. En koning Saul, de koning van Israël, daarom zijn leger bij elkaar had geroepen en het kamp opgeslagen had tegenover het kamp van de Filistijnen. De Filistijnen hadden een troef. En dat was Goliath. En deze Goliath was zo'n 3 meter lang. Hij kwam elke dag het kamp uit om te kijken of er een Israëliet was die tegen hem durfde te vechten. Dat deed hij nu al 40 dagen.
En tot nu toe was er nog niemand uit het leger van Israël die dit had aangedurfd. David was de jongste thuis. Hij had 7 broers en 3 van zijn broers dienden in het leger van koning Saul. David paste iedere dag op de schapen van zijn vader Isaï. En op een dag beval Isaï David om eten te brengen naar zijn broers in het kamp en om te vragen hoe het met hen ging. En de volgende morgen ging David op weg naar het kamp en liet zijn kudde achter bij iemand anders. En juist op dat moment dat hij in het kamp was en zijn broers vroegen hoe het met hen ging, kwam Goliath weer het Filistijnse kamp uit. David hoorde hem de Israëlieten uitdagen, zoals hij iedere dag deed, en bij het zien van Goliath renden de Israëlieten weer weg. Zien jullie hem daar, zeiden ze tegen elkaar, wie hem verslaat zal door de koning rijkelijk worden beloond. Hij krijgt zelfs de koningsdochter tot vrouw. En David hoorde dat ook en vroeg aan enkele anderen die in de buurt stonden, wat gebeurt er met degene die de Filistijn verslaat? Nou, de soldaten herhaalden wat David net gehoord had en even later legde hij de vraag nog aan anderen voor die hem hetzelfde antwoord gaven. Toen koning Saul hierover hoorde, liet hij David bij zich komen. David, je bent maar een jongen. Deze Filistijn is gewend om te vechten. Jij kunt hem onmogelijk aan. Waarop David antwoordde, ik heb altijd op de schapen van mijn vader gepast. Wanneer er een leeuw of een beer kwam om mijn schaap te stelen, ging ik achteraan en redde ik het dier. En wanneer hij me aan wilde vechten, sloeg ik hem dood. Ik zal ook deze Filistijn verslaan. De Heer die mij beschermde tegen leeuwen en beren, zal me ook tegen deze Filistijn beschermen. Nou, toen vond Saul het goed en gaf hem zijn eigen uitrusting om mee te vechten. Maar David wilde dat niet en hij pakte een stok, zocht 5 ronde stenen en stopte die in zijn herderstas. Met zijn slinger in de hand liep hij op Goliath af. En Goliath zag hem naderen en moest lachen. Die zei, ben ik soms een hond dat je op me afkomt met een stok? En David zei, jij daagt me uit met een zwaard en een speer. En ik daag jou uit in de naam van de Heer die jij bespot. Ik zal jou verslaan en de hele wereld zal weten dat Israël een God heeft. Op dat moment kwam Goliath op David af en wilde tot de aanval overgaan. Maar David was net ietsje sneller. Hij rende Goliath tegemoet, haalde een steen uit zijn herderstas en slingerde die weg en trof Goliath zo hard tegen het voorhoofd dat hij voorover op de grond viel. En hij rende naar Goliath toe, pakte zijn zwaard en sloeg zijn hoofd af. Toen de Filistijnen... Our God is an awesome God van Evelyn Maxwell. Voor het vorige blokje hadden we de tijdmachine, waarin Alice ons meenam naar het verhaal van David en Goliath. Een best wel bekend bijbelverhaal. Ik weet niet, als je luistert en je bent niet gelovig opgevoed, misschien ken je het wel. Het is over de herdersjongen David en een hele grote reus Goliath. Dat spreekt natuurlijk zeker ook kinderen erg tot de verbeelding. En dan de kleine David die Goliath verslaat. Je hebt het verhaal mooi neergezet. En waar ik wel benieuwd naar ben, waarom dit verhaal? Er zijn eigenlijk 2 dingen die mij in dit stukje inspireren. En dat is dat vertrouwen dat David heeft op God. Dus ja, hij twijfelde niet eens. Hij denkt niet na van moet ik tegen hem gaan vechten. Hij weet dat God hem heeft geholpen in het veld altijd. Tegen, zoals hij zegt, leeuwen en beren. Ja, dat was natuurlijk ook echt in die tijd. Hè? Ja, en hij zegt hier ook van ja, laat mij maar vechten tegen die Filistijn. En ik ga hem verslaan. Ik vind dat zo bijzonder. Want ja, als je gewoon tegen een reus... Ja, ik zou me denk ik wel 10 keer bedenken om dat te gaan doen. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus dat was het eerste gedeelte. Ja. Van hij twijfelde niet, het vertrouwen op God. Dat spreek je heel erg aan. Ja. En het tweede? Nou, dat David eigenlijk maar gewoon een herdersjongen is. En dat zie je eigenlijk wel terug in meer verhalen in de Bijbel. Zoals bij Mozes, maar ook bij de discipelen. Dat Jezus gewoon hele gewone mensen gebruikt. De discipelen waren de leerlingen van Jezus in het Nieuwe Testament. Ja, en die waren gewoon visser. Ja. En God kijkt niet naar je afkomst of niet naar de opleiding die je hebt gedaan. Hij kijkt denk ik gewoon naar je hart. En hij wil iedereen gebruiken. En ja, kijk ik wel eens naar mezelf. Ik ben eigenlijk gewoon een eenvoudige huisvrouw die een hart heeft voor de medemens. Ja, als je je er open voor stelt, dan wil God gewoon
iedereen gebruiken. En dat vind ik gewoon zo mooi. Nou, dat is ook mooi. En bij jou begon dat al een beetje wat je eerder in de uitzending noemde. Dat je bij het keukenraam stond, hè? Mm-hmm. En dat je dat eigenlijk ook wel uitsprak naar God. Van, nou, als er wat is waar u mij voor wilt gebruiken, ja, zet me dan maar in, eigenlijk, ja. Hè? Want, ja, ja. Zo. En toen vertelde je ook wel dat er in 2013 iets gebeurde, waardoor je echt werd geraakt in je hart en dat je inderdaad werd ingezet. Wat gebeurde er? Het was mijn eerste keer dat ik naar Burkina Faso ging. Ik ging van een van onze sponsorkinderen bezoeken. En ik weet nog heel goed. De sponsorkinderen van een organisatie en dan geef je geld voor een kind, toch? Ja, dat klopt. Ongeveer 1 euro per dag. Mm-hmm. En ja, dan maak je gewoon een verschil in het leven van het kind. Het kind kan naar school, heeft eten en je helpt gewoon het kind uit armoede eigenlijk. Ja. En ik weet nog heel goed, in het begin van die reis was er iemand van die organisatie, die zei gewoon tegen een hele groep, want ik was er met een groep, en die zei toen van, met deze reis gaat jullie levens veranderen. En ik weet nog heel goed waar ik zat en dat ik dacht van, nou, eerst zien dan geloven. Want niet in mijn leven, daar geloof ik niks van. Maar we hebben nu. Oh, je geloofde het niet, dat er in jouw leven iets kon gaan veranderen. Ja. Of, inderdaad. Of je wilde het niet. Wat was ik het? Ik denk dat ik het niet geloofde. Ja. En ja, je reist gewoon 10 dagen door zo'n land. En je ziet de projecten waar je kwam, daar sprak hoop uit. Het was ook in Afrika? Ja, in Burkina Faso. En ik was thuis en ja, dan leef je je leventje weer. En dingen die je heel vanzelfsprekend vond, gewoon als je in de winkel was, je dingetje, ja, je kon kopen wat je wou. Je kon, gewoon dingen die je daarvoor heel vanzelfsprekend waren, die waren dat niet meer. En ja, toen dacht ik van, ja, wat kan ik nou doen, hè? Moet ik gewoon mijn leventje weer leven zoals ik dat altijd heb gedaan voor mezelf? Of kan ik ook iets voor een ander doen? En dat heeft me echt ertoe aangezet om mijn leven te veranderen. Want waren die kinderen in Afrika, wat heb je daar dan gezien? Waren die echt heel erg arm? Ja. Hoe moet ik ben nog nooit in Afrika geweest. Mm-hmm. Dus ik ken natuurlijk wel wat foto's her en der. Je ziet wel eens wat. Wat was nou echt wat jou raakte dan daar? Ja, de extreme armoede. Toch wel? Ja. En ik vind het heel erg moeilijk altijd uit te leggen voor mensen die nog nooit in Afrika zijn geweest. Maar dat hoor ik vaker. Dat het inderdaad zo is. Ja. Dat moeilijk uit te leggen is. Dat als je daar wat ziet, dat je dat eigenlijk niet kan overbrengen naar een westerse iemand. Eigenlijk op een goede manier. Herken je dat, Joost? Want jij bent ook een paar keer in Afrika geweest. Ja, ik ben meerdere keer in Afrika geweest. Ja. Ik kan dat wel overbrengen, denk ik. Want het is inderdaad gewoon waar wij zeggen dat we nog een voedselbank hebben. En waar wij zeggen dat we nog van alles hebben. Waar we echt serieus een maaltijd hebben met meerdere componenten. Hè, dus met vlees of met groente. Gewoon een AVG'tje zeggen we dan maar. Ja. Daar is in Afrika dus nog serieus een downgrading van -2. Dus alleen maar eigenlijk rijst. Of aardappelen kennen ze niet zoveel, maar rijst. En dat is het. En dan maken ze er zelf een of andere, noem het maar even, groentesausje bij. Wat ze aan de kant van de weg vinden. Om het nog een beetje smaak te geven. Want ja, als je elke dag alleen maar rijst eet, dan is dat niet echt voedzaam. En dat is ook niet echt lekker. Nee. Nou ja, en dat is echt al zo'n wereld van verschil. En die mensen, dan kunnen we zeggen, ja, maar ze kunnen toch zelf werken. Ja, maar die mensen werken serieus alleen maar om dus die rijst te kunnen kopen. Want dat is dus wat ze verdienen. Dus daar begint al een soort van cyclus dat je denkt van ja, maar dan kunnen ze toch betere werk vinden. Nou, vaak kunnen ze niet lezen. Dus het is een soort van cirkel, visuele cirkel, waar ze zo vaak in vastzitten. Maar waarin wel generaties of mensen, zoals de sponsorkinderen van onder andere Alice, kans krijgen om te lezen. Nou, dat is al een wereld van verschil dat kinderen, en zeker jongens, maar ook meisjes tegenwoordig steeds meer en meer zeggen, nou, ik ga in ieder geval nog een middelbare school volgen. Want in de cultuur is toch al wel, noem maar even bestempeld, dat je vaak vrouw wordt, moeder wordt en moet zorgen voor het gezin. Ja. Dat is natuurlijk een totaal andere manier van leven en denken die wij niet kunnen doorbreken. Want er wordt natuurlijk wel gezegd, ja, maar we brengen er al zoveel. Nou ja, ik ben blij dat we omzien naar landen continent Afrika. Want als
de rest van de rijke landen niet meer om zou zien naar dat soort landen. Ja, dan zijn daar heel gauw allemaal, sorry dat ik het moet zeggen, kerkhoven. Want dan kan niemand daar overleven. Nee, en Burkina Faso, is dat echt een van de armste delen van Afrika? Ja. Begrijp ik dat goed? Ja, het is in West-Afrika. West-Afrika is echt een smeltkroes van allerlei relatief kleine landjes. En dan denk je klein. Nou, er wonen nog 65 miljoen mensen hoor. Maar ja, in ieder geval anders dan hier. En dan heb je bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld een vakantieoord, notabene, is bijvoorbeeld Gambia. Mensen gaan wel eens op vakantie naar Gambia. Nou, Gambia is het kleinste Afrikaanse land, maar is net zo. Nou, misschien een klein beetje rijker wat in de hoedanigheid dan Burkina Faso. Maar daarin leven mensen nog steeds in die armoedegrens. Zou ik maar zeggen, die wij hier al hebben. Waar wij nog steeds allerlei subsidies krijgen om het huis warm te krijgen. Kledingbanken, noem maar op. Ja, dan moet je helemaal alles voor jezelf doen. Dus kinderen die worden daar, krijgen daar nauwelijks een wasbeurt. En dan heb je het over kleding. Dat komt dus al bij ons allemaal vandaan van de kledingbanken. Dat wordt soms in containers vol naar Afrika gestuurd. En die worden daar soms zelfs nog verkocht. Want ik heb op markten, noem het maar even de tweedehands vintage uit de kringloopwinkel uit Amsterdam, bij zo'n spreken gezien. Ja. Zo erg is het ook wel, ja, hoor. Ja. Maar ja, die armoede, dat was hem voor jou. Ja. Daar kon jij niet meer onderuit. Nee, dat klopt. Nee. Nou. En de kinderen, als het gaat inderdaad, ik denk ook wel om dat te onderstrepen, als ik het misschien wel kan beschrijven. Er zit een sprankel van hoop. Omdat ze dan mensen zien. En het klinkt een beetje gek. Maar ze zien vaak blanke is geld. Dat is niet per definitie. Maar het is wel zo van. Er is vaak heel veel levenloosheid in ogen te zien. In gezichten te zien. Hopeloosheid. Gewoon ik kan niet verder. Het houdt op. En dan ben je klein. Dan ben je 8, 9, 10 jaar oud. En dat is je start van je leven. Dat is toch iets wat je anders wenst dan mensen. Ja, hier op Wild FM hoor je natuurlijk alleen de allerbeste remixes van Oasis Ministry. Ja, Semastra. Ja, leuk dat je hier luistert naar Wild Fate hier op Wild FM. We zijn vanavond in gesprek met niemand minder dan Alice de Ruiter. En zij heeft al heel veel eigenlijk verteld over wat haar eigenlijk gebracht heeft op de plek waar ze eigenlijk nu staat. En daarin vertelde ze dat ze in 2013 voor het eerst van haar leven buiten Europa kwam. Dat vertelde ze mij net eventjes tijdens de muziek. Dat ze überhaupt een vliegtuig instapt. Daar zomaar een x-aantal uur in zit. Ja, en dan daar zoveel armoede heeft gezien. Dat is sowieso iets wat haar heel erg is bijgebleven tijdens die eerste reis. Maar wat ik eigenlijk nog me afvraag, Alice, omdat ik dat van mezelf weet, aangezien ik voor TWR regelmatig naar het buitenland mag en ook op bijzondere plekken kom en ik het nu weet. Wat ervaarde je toen je die trap afstapte? Want waarschijnlijk was er niet eens een mooie slurf en een heel groot vliegveld, want dat is namelijk vaak niet in dat soort landen. Dus dan stap je dat vliegtuig uit en wat toen? Wat ervaarde je toen? Wat zag je toen? Nou, allereerst natuurlijk de warmte die me overviel. Het was bijna middernacht en het was gewoon echt, nou, ik denk nog wel 30 plus. Maar ook de lucht die daar, de geur die daar in de lucht hangt. Ik kan het niet omschrijven. Misschien dat het leek op, ik denk verbrand plastic, autobanden, echt afval. Ja. Ja, dat weet ik nog heel goed. Ja, dat is echt iets dat ik herinner het. Dat ik herken dit namelijk ook van reizen die ik, zeker ik ben in Azië meer keer geweest dan in Afrika, maar dat ik de allereerste keer in Afrika kwam. Ja, voor mij was het inderdaad naar die bloedhitte. Echt, het is echt, je komt uit zo'n lekker airco vliegtuigje en je stapt uit midden in de nacht. Je kan niks zien, je hebt geen idee waar je uitstapt. Voor mij was het ook nog los van de lucht inderdaad, want er was daar ook iets inderdaad wat daar waarschijnlijk verbrand werd, gewoon dag en nacht. Maar ook gewoon het rode zand. Ja. Het is heel typerend zand. En dat blijft gelijk overal in zitten. Nou, ik liep daar in mijn kekkie beige broek. Dus ik kwam in dat hotel aan. En ik dacht, nou, deze kan ik gelijk in de was stoppen. En dat was niks meer waard namelijk. En dat is zo indrukwekkend als je daar dat voor het eerst meemaakt. Ja. En je wordt niet gereden waarschijnlijk naar je mooie resortje. Je 4-sterren resort. Dus ja, je gaat gewoon mee. Je gaat de massa in. Want zo'n reis zal dat ook zijn geweest. Want je gaat uiteindelijk om je sponsorkindje te bezoeken, toch? Ja, dat was de bedoeling. En dat heb ik gedaan. Ja.
Ja. En toen, nou ja, toen heb je dat gedaan. Alleen ben je geweest. Dus je hebt die, al die indrukken neem je mee terug naar huis. Mm-hmm. Ja, toen kwam je ook wel, dat vertelde je ook zojuist in die eerste ontdekking. Van ja, wat voor een rijkdom ik je hier eigenlijk wel niet hebt. Mm-hmm. Ja, en wat heeft dat toen verder in je leven, dat die eerste reis in beweging gezet? Ik wilde eerst even een paar weken laten bezinken. Wat me de eerste weken echt overviel, is dat als ik dan terugkwam van de supermarkt en dan zat ik echt in mijn auto te huilen. Want ik wist dat er gewoon op een paar uur vliegen mensen zijn die dus maar afwachten of ze die dag wel te eten hebben. En ik vertelde er veel over aan mijn man. En die zei van, waarom doe je dan niks? En toen was er ook iemand van dat reisgezelschap, die had dat ook op zijn hart. En toen zijn we met elkaar bij elkaar gekomen. En toen hebben we gezegd van, we hadden ook project daar bezocht, een weeshuis. En het viel nergens onder. En toen zeiden we van, moeten we gaan kijken of we daar een stichting op willen richten. Nou, daar heb ik me dus jaren voor ingezet. We hebben dus destijds ook een stichting voor opgezet. En daar heb ik dan, 2020 ben ik daar weggegaan. En heb ik mijn eigen project eigenlijk opgestart. Zo bijzonder, een eigen stichting opgericht. Maar je hebt al die jaren dus eerst voor die andere stichting gewerkt. Ja. En wat je tot nu toe hebt gedaan was de boekhouding dan van je man. Wat deed je dan in die stichting? Nou, in het begin heb ik gewoon een makkelijk taakje op me genomen. Ik zamelde kleren in. Wanneer er iemand heen ging, dan namen we kleren mee voor die kinderen daar. Een weeshuis was het, mm-hmm. hè? Ja, ja. Maar op een gegeven moment was ik ook gevraagd om fondsenwerver van worden. Nou, bestuurslid. Ja, van het een komt het ander eigenlijk. En dan zeg je, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan dat. We gaan het gewoon proberen. Met je Pippi Langkous is dat gewoon. Ja, dat geloof ik ook. Dat heb ik nog nooit gedaan, dus waarom niet? Waarom niet? Maar je bent dan één keer daar geweest. Mm-hmm. Je gaat daar een stichting oprichten in Nederland. Zonder dat je daar eigenlijk, je gaat natuurlijk voor die wezen ga je wat doen. Mm-hmm. Maar ben je daarna ook gelijk ook nog weer teruggegaan op een heel kort termijn? Want ik neem aan dat je moet toch ook dingen gaan organiseren of gaan regelen vanuit dat land? Ja, dat klopt. Dat hebben toen anderen gedaan die toen ook betrokken waren bij de stichting. Maar ik zelf niet. Nee, die hebben daar vanuit Nederland geregeld? Ja. Zijn er teruggegaan meerdere malen om te kijken naar hoe dat allemaal reilde en zeilde natuurlijk. Ja, en wat was de eigenlijk echte doelstelling van, we gaan een weeshuis helpen, maar is dat dan in een dak boven hun hoofd of net zoals die sponsorkinderen die je eerder deed zelf met het gezin? Of wat was dan precies de bedoeling? Nou, de kinderen hadden op dat moment wel een dak boven hun hoofd, maar we hadden eigenlijk heel weinig te eten. En je had gehoord dat er gewoon heel veel kinderen nog te vondeling werden gelegd. Ouders gewoon niet voor een kind kunnen zorgen. En die ook niet wisten waar ze met het kind terecht konden. En om ook die kinderen van een plek te kunnen voorzien. Om dat weeshuis ook in financiële middelen te ondersteunen. Zodat ook die kinderen daar kunnen worden gebracht. En recht hebben eigenlijk op hun toekomst. Ja, en ik kan me voorstellen dat je in die jaren gewoon echt ontzettend veel hebt geleerd. Hè? Ja, kan je iets noemen wat je denkt van, dat wist ik daarvoor echt niet en dat heb ik nu gewoon gedaan? Nou, de Afrikaanse cultuur is wel zo anders dan hier. En ik vind dat ik elke dag nog steeds leer. Hè? Ik ben dan bijna 10 jaar actief in Burkina Faso. Maar een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd is dat je naar hun maatstaven hulp moet verlenen. Want we zagen toen kinderen, en ook volwassenen, die bijvoorbeeld op een matje lagen te slapen. En dat vind je dan zielig. En dan denk je, ze hebben een bed nodig. Of je ziet een toilet, gewoon een gat in de grond. Maar je hoeft ze geen bed te geven. En je hoeft ze geen mooie toilet of douche te geven. Want dat werkt daar gewoon niet. Je moet volgens hun maatstaven hulp verlenen. Dat is wat ik
ja, dat ja, je moet eigenlijk, inderdaad, ja, je moet kijken naar de cultuur. Ja. Dat is wat je zegt. Ja. Van, het is niet zo dat je je westerse, wat je allemaal in het Westen hier hebt, dat je dat moet opleggen wat ze daar moeten hebben. Nee, want dat werkt zeker niet. Kijk, nee. wij worden als Westerlingen, als je naar Afrika gaat ooit, Marijke, je weet het nooit. Ik ben enorm honkvast, maar wie weet. Ja, ik wou net zeggen, niet dat ik het heel snel verwacht, maar je weet nooit hoe dingen lopen, Marijke. Maar dan wordt er bijvoorbeeld alleen al gezegd, drink nooit water. Zou je zeggen, uit de waterput. Terwijl de lokale mensen drinken allemaal water. Maar waarom? Die doen dat al vanaf dag 1 dat ze geboren zijn. Dus die zijn gewend aan dat water. In dit specifiek aan de bacteriën die erin zitten. Die voor ons, met ons zeer schone en natuurlijke en mooie water. Daar kan onze maag niet aan. Dus het is niet per definitie dat je ziek wordt van het water. Ja, daar word je ziek van. Maar eigenlijk wordt je lijf er ziek van. Omdat die dat niet aan kan. Omdat eigenlijk die mensen daar bijna, zou ik zeggen, gezonder zijn bijna dan dat wij zijn. Het klinkt een beetje gek, maar ja, wij zijn dan hier. Alles is steriel, alles moet. Ja, dan weet je, daar pakken ze gewoon een band. Of dan leggen ze gewoon een lap die ze ergens vinden. Die zouden ze ook nog op een wond leggen. En we denken, nou, dat moet je echt niet doen. En die mensen overleven niet altijd. Want ik weet namelijk ook wel een gezegde. Dat als een Afrikaan zegt, ik moet naar het ziekenhuis. Dan is dat eigenlijk om te sterven. En in Nederland zouden we zeggen, we gaan naar het ziekenhuis om geholpen te worden en om te leven. Dus dat zijn best wel heftige tegenstellingen in landen die je in Afrika veel hoort. Maar ik ben ook heel benieuwd wat Alice ook nog meer aan avonturen heeft beleefd. We luisteren naar Roberto Rosso met Amen. We zijn nog steeds in gesprek met Alice over Afrika en haar passie voor de kinderen daar. We hoorden in het vorige blok dat... dat je naar Afrika bent gegaan en dat je een tijd lang voor een stichting hebt gewerkt, hè, voor een weeshuis, waar je veel hebt geleerd en allerlei verschillende taken hebt gedaan. En dat ophield eigenlijk in 2020. Dat klopt. En toen ben je zelf maar wat gaan oppakken, geloof ik. Ik ben heel erg benieuwd. Wat heb je toen gedaan? Nou, ik kwam eigenlijk vrij snel in contact met... Ja, wat nu mijn huidige coördinator is. In Afrika? Klopt, in Burkina Faso. Hij is geboren en getogen ook in Burkina Faso. En hij gaf trainingen, in zijn vrije tijd gaf hij trainingen om jongeren en volwassenen, maar vooral jongeren, aan te sporen om wat voor zichzelf op te starten. Want er is wel werkgelegenheid in Burkina Faso, maar qua banen zijn er gewoon veel te weinig voor het aantal mensen die dat werk zoekt. En ik vond dat mooi klein. En als ik weer wat op oog startte, dan moest ik ook vanaf nul beginnen. En ik wou hem eigenlijk gaan ondersteunen. Want ik vind het ook belangrijk. Ja, je kunt wel dingen geven, maar mensen moeten zichzelf kunnen voorzien in primaire levensbehoeften. En toen zei ik tegen hem, ik wil jou wel ondersteunen. Toen zei hij tegen mij, Alice, ik heb geld om benzine te kopen, om mijn trainingen te geven door het hele land en kan daarheen rijden. Nou, als je wat voor me wilt doen, wil je dan voor me bidden? Nou, dat vond ik gewoon al heel bijzonder. Want ja, Afrikanen, blank, zien blanke mensen als mensen met geld. En, dus je had verwacht dat hij hem geld zou vragen? Ja, of jij wilde hem met geld ondersteunen? Ja, dat en hij vroeg, bid voor gebed. Mij. Ja. En het was coronatijd. En, ja, klopt ook, 2020. Ja, en we hadden een stichting opgericht en de banken waren dicht en we kregen nergens een bankrekening. Dus op een gegeven moment heb ik tegen hem gezegd, sorry. Ik zeg, ik kan niks. Zonder bankrekening van de stichting kunnen we niks, dus het houdt op. En ik dacht ook echt dat het op dat moment ons contact ook ophield. En toen kwam ik in contact met een overkoepelende organisatie hier in Nederland. En die zei van, als jij een project hebt wat bij onze visie past, dan mag jij onder onze paraplu vallen. Toen had ik dat gedeeld met die jongen in Burkina Faso. En die zegt van, daar kunnen wij wel gewoon wat opstarten. En hij heeft een plan gemaakt. We zijn onder die overkoepelende organisatie begonnen. En daarna in 2022 hebben we een eigen stichting opgericht. En toen zijn we eigenlijk zelfstandig verder gegaan. Zo, en hoe heet die stichting? Stichting Hart voor Burkina. Juist, en daarom zit je hier, hè? Ja. Daarover te praten. Maar mooi, en wat doe jij nu precies dan met die stichting? Wat is het doel daarvan?
Ons doel is om Jezus licht en liefde te laten schijnen onder eigenlijk alle leeftijden in Burkina Faso. En dat doen we eigenlijk op verschillende manieren. We zijn deze samenwerking aangegaan met een lokale kerk in Ouagadougou. Dat is de hoofdstad van Burkina Faso. Een beetje exotisch klinkt dat ook. Nou, ja, inderdaad. En elke woensdagmiddag krijgen we daar op dit moment 60 kinderen. En die kinderen, we beginnen met een warme maaltijd. En dat is vaak ook het eerste wat die kinderen van die dag eten. Een warme maaltijd, we zingen met ze, we bidden met ze. Ze horen elke keer een nieuw Bijbelverhaal. Maar ze horen ook, ze krijgen ook onderwijs op bijvoorbeeld hygiënisch vlak. Hoe hou je jezelf schoon? Want is dat niet van zo vanzelfsprekend? Ja, voor ons wel. Tanden poetsen, handen wassen, haren kammen. Tanden poetsen, nou, dat vind ik wel heel mooi dat je dat zegt. Want dat leren wij de kinderen ook. Want als jij in een gezin opgroeit waar je ouders eigenlijk geen geld hebben voor het eten. Ja, dan is er ook geen geld voor een tandenborstel en tandpasta. Dus die kinderen leren dat gewoon niet. En zulke soort dingen, ja, die van ons heel normaal zijn. Inderdaad, dat is gewoon de basis voor ons natuurlijk. Ja, dat klopt. Nou ja, vanuit het project krijgen die kinderen ook medische zorg. En we zorgen dat ze allemaal naar school kunnen. Want ouders in Burkina Faso moeten school zelf betalen. Die kost dan €50 per jaar per kind. Nou, wij werken onder die doelgroep. Mensen die ongeveer €1 per dag verdient. Oh, dus €50 is natuurlijk heel veel geld. Ja. En we hebben gezegd, elk kind uit ons project gaat gewoon naar school. We ondersteunen de kinderen, de gezinnen met schoolspullen. Een deel van het schoolgeld. Nou ja, wat we ook bijvoorbeeld doen, is deze gezinnen in moeilijke tijden ondersteunen met voedsel. Maar niet alleen hen, ook de weduwen van de kerk waar we mee samenwerken. Wat doen we nog meer? We ondersteunen evangelisaties door het hele land heen. We helpen kerken bouwen. We doen wat voor vluchtelingen. Ja, eigenlijk wat is heel dat, evangelisaties door het land heen? Nou, in Burkina Faso zijn heel veel mensen die nog niet over Jezus hebben gehoord. En het is echt niet onze bedoeling om mensen te bekeren. Het is alleen ons doel om het evangelie te brengen bij mensen. De liefde van Jezus uit te delen. Dat ze het horen over Jezus. Ja. En de kerk waar we mee samenwerken organiseert weekenden door het hele land heen. Dat ze Jezus film laten zien. Want heel veel mensen die hebben geen Bijbel. Ze kunnen niet lezen. Maar film kijken kunnen ze natuurlijk wel. Mensen gewoon Jezus bij mensen brengen. Dat doen we door evangelisatie weekenden te houden door het hele land heen. Okay. Interessant allemaal wat je met de stichting kan doen. Volgens mij heb ik ook nog een mooi verhaal gehoord. Want je bent in december jongsleden met je man samen een paar weken geweest. Maar daar gaan we zo nog eventjes over doorpraten. Ja, Lilo Dancing Remix hier met Shoulders. Nou, wat een mooi nummer eigenlijk hier om het laatste blokje in te gaan. Samen met Alice de Ruiter. Met haar organisatie die zij vertegenwoordigt. Namelijk Hart voor Burkina.nl. Dat is namelijk de website waar je meer informatie over haar organisatie, haar stichting kan vinden. Maar het toffe eigenlijk is dat ze al zoveel verteld heeft. En uiteindelijk ook waar de hart voor harder gaat branden. Namelijk om mensen te helpen met gewoon laagdrempelige manier. En vanuit de lokale bevolking. Want dat vind ik namelijk ook heel gaaf dat je daar iemand hebt gevonden. Die eigenlijk jullie vertegenwoordiger is in de hoofdstad en vanuit daar vandaan ook jullie dat makkelijker kunnen doen. Want wat is er mooier om de local te supporten? Of in ieder geval, die kent de mensen. En hoe mooier zou het zijn om misschien wel een keer genoeg geld binnen te hebben. Dat zelfs hij of zij, ik weet niet of het een man is. Maar ja, of dat hij, wie weet, ook wel voor een deel ook gewoon zijn betaalde baan om kan zetten in een betaalde baan voor jullie organisatie. Wie weet hoe dat gaat lopen. Maar jij had eigenlijk een heel gaaf verhaal nog, Alice. Wat ik eigenlijk de luisteraar juist niet wil onthouden. Omdat je die vertelde hier net voor de uitzending toen je hier was. Over dat je afgelopen december naar Burkina Faso ben geweest samen met je man. Of eigenlijk eind november, begin december. 2 weken lang. Normaal gesproken zei je, gaat mijn man zelfs iets eerder weg. En dat hij het dan wel heeft gezien. Maar hij was sowieso iets langer gebleven. Maar er waren ook weer bijzondere dingen gebeurd afgelopen reis. Ja, dat klopt. De vorige keer dat ik daar was geweest, was in juni, juli.
En we waren toen en passant eigenlijk in contact gekomen met enkele vluchtelingen. En ik was thuis na die reis en ik zei tegen mijn coördinator daar van, ik heb het op mijn hart om wat voor die doelgroep te doen. Want in Burkina Faso wonen meer dan 2 miljoen mensen die huis en haard hebben moeten verlaten op zoek naar een veiliger deel in het land. Nou, door drukte op zijn werk en examens was het er eigenlijk niet van gekomen. En toen zeiden we in november van, nou, over een paar weken komen we en dan geven we daar wel handen en voeten aan. En we hadden wel zoiets van, nou, we geven natuurlijk geen geld, we geven gewoon een donatie in de vorm van voedsel. En op een dag, aan het eind van de eerste week, gaan we naar een willekeurig vluchtelingenkamp, niet ver buiten de hoofdstad. En we komen daar op een kamp. Nou, we wisten niet wat we zagen. Zo armoedig. De mensen in de stad wonen al heel in heel armoedige omstandigheden. Maar dit was nog een tikje erger. En er waren 150 mensen, voornamelijk vrouwen en kinderen. Allemaal moslims. En nou, we hadden een praatje gemaakt met deze mannen. En we zeiden van, nou, morgen komen we terug en dan komen we jullie olie en rijst brengen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En elke avond zette ik wat op Facebook, want de mensen thuis, die wouden ook, die volgden mij ook. Die leefden mee, ja. Met jullie reis. Ja, en dus die dag daarna komen we daar weer. En ik was eigenlijk net door mijn enkel gegaan en mijn man zou die dag ook weggaan. Die zou naar huis gaan. En die zei van, ja, maar zo laat ik jou niet hierachter. En we hadden zijn reis omgeboekt naar die zondag, een paar dagen later. Dus we brengen dat voedsel daar bij dat kamp. En 's avonds deel ik ook weer wat op Facebook. En mijn man heeft geen Facebook, maar ik had screenshots van gemaakt. En hij deelt dat ook onder zijn kennissen via WhatsApp. En die avond krijgen we een gift binnen specifiek voor vluchtelingen. En dus wij de volgende dag weer die kant op naar andere vluchtelingenkampen. En op diezelfde route. En we kwamen uit bij 3 kampen. En in totaal woonden daar 850 mensen. Weer grotendeels vrouwen en kinderen. En ik word er eigenlijk nog een beetje stil van. We kregen ook verhalen. Het raakt je, ik zie het. Ja, het raakt mij ook als je er zo over vertelt. Ja. We kregen ook verhalen te horen van een voormalig dorpshoofd dat zijn zoon vermoord was. En iemand naast hem liet ons een foto van zijn vermoorde zoon zien. En nou goed. We gingen weer naar huis en we waren eigenlijk allemaal een beetje stil. En toen zeiden van, nou, we gingen even kijken wat we konden doen voor hen. En de volgende dag gingen we weer daarheen om hen weer, om ook deze mensen van de komende weken van eten te voorzien. En toen kwamen we die vrijdag dus bij een van die kampen, van die man, dat voormalige dorpshoofd, ons een foto van zijn zoon had laten zien. En die zei van, toen jullie gisteren kwamen, toen waren we net in overleg. Want we wisten niet wat we moesten doen. We hadden helemaal geen eten meer. En dan denk je van, dan kom je toch op het juiste moment. En ze vertelde toen ook dat ze niet naar de dokter konden, omdat ze geen geld hebben. Dus wanneer er iemand ziek is, dan geen toegang tot medische zorg. En ze vroegen ze van, kunnen jullie iets doen voor de ziektekostenverzekering? Dat kostte 7,5 euro per persoon per jaar. Toen zeiden van 850 mensen, ja, we willen wel, maar we kunnen het niet. Dus ik deel die avond weer wat op Facebook. Mijn man deelt dat weer. En 2 dagen later krijgt hij een mailtje van iemand, of een appje. En die zei van, die 850 mensen, ik maak dat geld over, zodat hun toegang krijgen tot medische zorg. Nou, we zaten allemaal een beetje te nippen in de auto op dat moment. En die avond gaat mijn man weg. Die zou terug naar Nederland. Ik zou nog een paar dagen blijven. En ik krijg een berichtje van iemand die had gelezen wat ik op Facebook had gezet. En die had gezegd van, mijn man en ik willen wel wat doen in die ziektekostenverzekering. En ik zeg eerlijk van, nou, we hebben een aanbod voor 850 mensen. Maar die 150 mensen van het eerste kamp, ja, als we dat geld bij elkaar krijgen, dan... Dan graag. Dan zeker. Toen zegt ze tegen mij, Alice, want ze had overlegd. En we hadden ook gezegd van, we willen voor 150 mensen die ziektekosten betalen. En dan denk ik van, oh, dank u heer.
Want dat is gewoon, ja, dat had je toch niet kunnen bedenken vooraf. Nee, hè, daar hadden wij het in het begin van de uitzending had over, ook over. Hè, van, ja, dat als je dan inderdaad zegt tegen God, zeg maar, van nou, laat, gebruik me maar. Dat er dan ook wel dingen gebeuren die je soms zelf niet verwacht, zeg maar. Nee, hè, nou, bijzondere dingen. Ja, en ik denk dat dat juist inderdaad vanavond ook wel weer duidelijk te zien is in het totaalplaatje van 2 uur Wild Fate hier op Wild FM. Hoe Alice eigenlijk vertelt van ja, ik ben gewoon begonnen. Ik keek naar buiten. Het geloof was er wel. En ik denk, ja, wanneer mijn tijd komt, dan zal dat ook zo zijn. Nou, en ik denk dat het juist nu jouw tijd ook is, Alice, om daarin ja, ook een bijdrage te mogen geven aan deze groep. En aan deze plek waar je nu gesteld bent. En dat God ook daarin je zal gebruiken. Ook in het bijzonder hoe je dat al vertelt vanavond. Met een hele mooie, ja, een hele mooie verhaal. Ook dit laatste verhaal in het bijzonder. Ook hoe God dan ook voorziet. Hè, doordat je eigenlijk daarvoor eigenlijk iets deelt. En dat je daar eigenlijk in je hart ook mee bidt. Dus met praat met God. Mm-hmm. Van nou, als dat zo is, dan zal dat ook zo gebeuren. En dan voorziet hij. Nou, dat is een hele mooie afsluiter van deze aflevering van Wild Fate hier op Wild FM. Ik wil je bedanken voor je komst. En voor je verhaal. En ik vind het ook heel gaaf dat je dit hebt gedaan. Want ook dit is voor jou een nieuwe stap. Een radioprogramma. Nou ja, daaraan deelnemen. Wie weet wat er nog meer voor je op stapel staat. Bij het werk wat je gaat doen. Ja. En heel veel succes met de organisatie. Nogmaals, hartvoorburkina.nl. Daar kun je alle informatie vinden. Wie weet dat je ook wel zegt. Ik wil eigenlijk ook iets ondersteunen. Of ik wil zien wat ze doen. Ga vooral naar die website. hartvoorburkina.nl. En daar kan je alles vinden. Dankjewel nogmaals. Ja, Marijke, alweer een aflevering met mij samen volgehouden. En ik heb ook al niks, geen foutje gemaakt. Ik moet dat volhouden, want ja, dat is nog niet op de langere termijn. Maar ik vond het heel gezellig weer met je vanavond hier, Marijke. Ik zeg gewoon lekker thuis tot volgende week. Tot volgende week.